In de laatste week van oktober speelt Roda JC Kerkrade tweemaal tegen Ajax en daar kunt u heel voordelig heen. Kaarten voor het bekerduel zijn al vanaf €7,50 te koop. Kijk op rodajc.nl voor meer informatie. Sinds mei is Marcel van der Bunder de nieuwe algemeen directeur van Roda JC. De voormalig commerciële man is inmiddels een half jaar in functie. Een mooi moment dus om eens te kijken hoe Roda er op dit moment voor staat. We zijn echt goed op weg naar categorie 2. Dat is natuurlijk eigenlijk de wedstrijd die we aan het spelen zijn buiten het voetbal om. Dat is ook de belangrijkste wedstrijd. Dat moet ook, want in november 2012 moeten we categorie 1 verlaten hebben. Anders dreigen we onze licentie te verliezen. We hebben dus ook gezegd dat de kans om daar te komen, die is er. Maar die moeten we wel heel gefaseerd gaan nemen, omdat we ook consequent en continu uit categorie 1 willen. Dus vandaar ook een echt plan van aanpak en dat gaat de goede kant uit. Van den Bunder kwam de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws door een interview met de regionale tv. Met 1 miljoen euro zou de club de financiële problemen kunnen oplossen. De kortste weg naar 1 miljoen zouden 4 sponsoren zijn die alle 2,5 ton zouden ophoesten. De vraag was van hoe ben je nou het snelste uit alle problemen? En dan kun je zeggen van morgen de loterij winnen of morgen 1 miljoen niet meer uitgeven of morgen 1 miljoen extra inkomsten, waardoor die balans verandert. En in het enthousiasme probeer je natuurlijk commercieel te zijn en zeggen van hey, als er nou morgen 4 nieuwe sponsoren komen, dan helpt ons dat op het korte termijn het snelst. Daar gaan we ook naartoe. Ik weet alleen niet of dat morgen het geval is, maar we zijn bezig met het verhogen van onze inkomsten en ook het verlagen van de uitgaven. Het is een beetje een eigen leven gaan leiden, omdat het een beetje uit de context getrokken wordt, alsof we 1 miljoen nodig hebben, anders vallen we om. Dat is niet het geval. Roda is dus hard op weg om uit categorie 1 weg te komen. En daarbij kan de club een handje worden geholpen tijdens het bekerduel tegen Ajax. Dat heeft alles te maken met het feit dat de omzet, de recettes van het stadion, die hoeven nog niet gedeeld te worden. In een bekertoernooi moet je vanaf bepaalde rondes moet je de recettes gaan delen met de tegenstander. Dat is nu nog niet het geval. Dus als ik dan mag kiezen, dan heb ik liever Ajax in de derde ronde als afgelopen jaar PSV in de vierde ronde. Dus eigenlijk wil ik ook een oproep aan al onze supporters doen. Kom het elftal aanmoedigen en help daarmee ook de club. Want 2 keer Ajax in een week is sowieso bijzonder. We denken dat het ook een geweldig leuke wedstrijd kan worden. En het helpt ons ook commercieel gezien als we een vol huis hebben. Want dat is echt een hele directe snelle stap naar gezond worden van en gezond blijven van Roda JC. Naast alle financiële ontwikkelingen staan er ook nog andere belangrijke zaken te gebeuren rondom Roda. Zo is bekendgemaakt dat de regionale jeugdopleiding er hoogstwaarschijnlijk gaat komen. Roda zal gaan samenwerken met alleen MVV nadat Fortuna Sittard deze week afhaakte. Wij hebben samen met MVV en de KNVB hebben we gesproken en we hebben gezegd van wij gaan in ieder geval door. Dat betekent dat die drie partijen nu streven naar de regionale jeugdopleiding met vestigingsplek Kerkrade voor de bovenbouw per 1 juli 2012. Het is vooral positief voor de talentontwikkeling van de jeugd in Limburg. Want het duurt al veel te lang voordat die regionale jeugdopleiding hier is. We hadden het liefste met de 3 betaald voetbalorganisaties gehad. Dat is niet mogelijk gebleken. Wij vinden het belangrijk dat die talentvorming er is. Kaalheide is daarin een prima locatie. Roda JC als eredivisieclub is ook leidend in dat hele verhaal. En wij willen die leidende rol ook op ons pakken.